Een stralend nieuw lied zal ik zingen, in de vertaling van Piet Schrijvers, gelezen door Jeroen Willems. Hoe vreemd het ook klinkt, met de bloei van het luisterboek heeft de antieke literatuur zijn oorspronkelijke presentatievorm teruggekregen. Alle literaire geschriften uit de Grieks-Romeinse oudheid waren niet zozeer bestemd voor een pijnzende lectuur in een eenzame kamer, maar voor een direct horen en genieten samen met anderen in een openbaar theater of tenminste in een kring van vrienden. Dit geldt voor de werken van dichters en geschiedschrijvers evenzeer als voor het hele terrein van populaire literatuur. Zelfs de verhandelingen van filosofen en taalkundigen waren allereerst voor toehoorders, niet voor lezers bedoeld. Dit zogeheten orale karakter heeft ook bepaalde formele en inhoudelijke gevolgen voor een antieke spreektekst. Een toehoorder kan u eenmaal niet terugbladeren Iets overslaan of vooruitbladeren. Wordt typografisch niet geholpen door titels en afsluitingstrepen. En inhoudelijk niet gesteund door voetnoten of naamregisters. Al deze sturing en informatie moet binnen de spreektekst plaatsvinden. Daarom laat Vergilius in zijn verhaal over Aeneas iedere scène beginnen met een vermelding van plaats of tijd of hoofdpersoon, want de toehoorder moet zich direct kunnen oriënteren. De tussenkopjes die de moderne luisteraar op deze CD hoort, zijn van mijzelf en als extra wegwijzer bedoeld. Ook afzonderlijke scènes bij Vergilius of argumentaties in een leerdicht krijgen een heel nadrukkelijke emotionele of samenvattende afsluiting, zodat we het slot ook als zodanig kunnen herkennen. Dit orale karakter van de Latijnse tekst komt dan ook het beste in een luisterboek tot zijn recht. Als vertaler heb ik alleen bij de eerste versie. Latijnse woordenboeken en commentaren op mijn bureau gehad. Daarna heb ik die versie wel tien, twintig keer hardop... voor mezelf voorgelezen, uitgeluisterd. Werd de informatie op het juiste moment ook in het Nederlands gegeven? Luisteren is een lineair in de tijd voorlopend proces... dus timing bij de presentatie is alles. Blijven de spanningsbogen van het origineel bewaard? Leiden zinsritme en woordvolgorde... aan wat de dichteres Ida Gerhard noemde trombose... Verstopping? Of stromen zij ongehinderd verder? Latijn vertalen is allereerst een kwestie van luisteren, niet van lezen. Bij het vertalen van poëtische teksten is dan ook nog de keuze van de Nederlandse versmaat van groot belang. Voor het dactylische epos toch maar epische hexameters. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta 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 Voor het leerdicht van Lucretius toch maar didactische jambe. Ta ta ta. tata, tata. Ta -ta, ta -ta, ta -ta. En voor Horatius alle mogelijke lyrische maten waar hij zelf zo trots op was. Ik heb stukken vertaling diverse keren kunnen uitproberen op het gehoor van studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar de klassieke studierichting ook een combinatie Latijn-Nederlands kent, met Mieke Koenen als animator, ook van deze CD. Via dit medium dank ik haar. De verteller Jeroen Willems en alle verdere betrokkenen bij deze moderne en toch zo antieke orale presentatie van Latijnse poëzie. Lucretius. De dichter Titus Lucretius Carus leefde in de eerste helft van de eerste eeuw voor Christus en is dus één generatie ouder dan Vergilius en Horatius. Hij was een volgeling van de Griekse filosoof Epicurus. En in diens spoor schreef hij zijn leerdicht de Rerum Natura, dat betekent over de natuur van de dingen. In dit gedicht dat zes boeken telt, tezamen ongeveer 7400 versregels, verklaarde hij het ontstaan van mens en wereld uit toevallige botsingen van atomen, waarbij geen sprake was van enige goddelijke inmenging. Op die grondslagen wilde hij de mensheid bevrijden van twee angsten die het leven bederven. Angst voor de goden en angst voor de dood, speciaal voor het voortleven na de dood. Allereerst zijn drie korte fragmenten te beluisteren die tot de beroemdste passages uit De Rerum Natura behoren. Allereerst de openingshymne, gericht tot de liefdesgodin Venus, die, ongetwijfeld tot verbazing of misschien wel tot ergernis van de Romeinen, ook het epicureïsche levensdoel van het genot verpersoonlijkt. Lucretius' natuurschildering inspireerde de Italiaanse schilder Botticelli tot zijn afbeelding van de lentegodin, La Primavera. Daarna beschrijft Lucretius heel pathetisch het drama van de offering van Iphigenia door haar vader Agamemnon, en de dichter besluit met de veelgeciteerde conclusie: Zozeer kan godsdienst leiden tot misdadigheid. Het derde korte fragment. Omvat de lofzang tot zijn leermeester Epicurus, waarmee het derde boek van het leerdicht opent. Hierna volgen twee grotere stukken, allereerst uit het derde boek, waarin Lucretius bewijst dat de ziel sterfelijk is. En hij wil ons hiervan overtuigen: de dood raakt ons niet, hij heeft geen vat op ons. Het laatste Lucretius-deel is een bestrijding van de liefdeshartstocht. In deze lange tirade verenigen zich drie aspecten, epicurees, Romeins, literair. Filosofisch is de bestrijding van de liefdeshartstocht... gebaseerd op een uitwerking van de Epicureische lustcalculus. Dit keuzeprincipe houdt in... geen enkel genot is op zichzelf genomen slecht... maar in sommige gevallen levert het geen genot verschaft... problemen op die veel zwaarder wegen dan het genot zelf. Het zijn de nadelen van de liefde... Die door Lucretius breed en furieus worden uitgemeten. Deze tirade vormt vermoedelijk de voedingsbodem voor het latere verhaal dat de dichter door een liefdesdrank waanzinnig was geworden en zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ten opzichte van vrouwen is de toon van de dichter vaak typisch Romeins mannelijk te noemen, dat wil zeggen kritisch en minachtend. Zijn bespreking van het liefdesleven laat een duidelijke tweedeling zien: hartstocht is aan de orde. In verhoudingen met een soort courtisanes, juffers die vaak van Griekse afkomst waren, met Romeinse vrouwen trouwde men omwille van de voortplanting. Typisch Romeinse bezwaren tegen een buitenrechtelijke verhouding zijn financiële verkwisting en reputatieverlies van de man. Het literaire aspect van deze aanval op de liefdeshartstocht ligt in het moralistische hergebruik van motieven en beelden bekend uit de antieke liefdespoëzie. Bijvoorbeeld de reeks van metaforen waarmee dit slotstuk opent. De liefde is een wond, een vuur, een dorst, een jachtnet en een blindheid. Zo vindt de Venushimne van het begin van boek 1 zijn tegenpool in de aanval op de liefde aan het slot van boek 4. Lucretius Boek 1: Gebed tot de godin Venus. O moeder van Romeinen, genot van God en mens, u, milde Venus, die onder de sterrenbanen de schepenrijke zee en het vruchtendragend land bevolkt. Want dankzij u wordt iedere levend wezen ontvangen en aanschouwt het licht bij zijn geboorte. Voor u, godin, voor u en voor uw intocht vluchten winden en wolken. De bonte aarde heft naar u geurige bloemen. Het zeevlak straalt u tegemoet. En licht verspreidt zich glanzend langs een kalme hemel. Zodra de aanblik van een lentedag zich opent, bevruchtend en weldadig een zoele briesvrij spel krijgt, kondigen allereerst de vogels in de lucht uw komst aan, door uw kracht getroffen in hun hart. Dan springt het vee onstuimig door het welig weiland, trotseert de sterkste stroming. Betoverd en bekoord volgt ieder schepsel gretig waarin u het leidt. Ten slotte, door in zeeën, bergen, snelle stromen, in groene velden, bladerrijke vogelhuizen, met zoete liefde alle harten te doorboren, bewerkt u dat de soorten begerig zich verjongen. Daar u alleen de loop van de natuur bestuurt, en zonder u niets naar de kusten van het licht ontspringt en niets ontstaat wat vreugde wekt en liefde, wil ik dat u mij steunt bij het schrijven van de verzen die ik probeer te dichten over de natuur voor mijn vriend Memmius, die u, godin, altijd in ieder opzicht tot hoog aanzien wilde brengen. Verleen mijn woord te meer een blijvende bekoring. Maak dat de land, ter zee, het woeste krijgsbedrijf inmiddels wordt gesust en tot bedaren komt. Want u alleen kunt ons met rust en vrede helpen. Daar het woeste krijgsbedrijf door de stoere mars geleid wordt, die, overwonnen door een eeuwige liefdeswond, dikwijls zich ruggelings laat vallen op uw schoot. Rijkend met teruggebogen hals naar uw godin omhoog kijkt, smachtend zijn verliefde blik verzadigd terwijl zijn adem weerloos aan uw lippen kleeft. Omhels hem als hij op uw heilig lichaam uitrust. Godin, laat zoete woordjes van uw lippen vloeien. O hoogheid, vraag om vrede voor Eneas volk. Want als het vaderland gevaar loopt, kan ik niet rustig dit werk doen. De edele Memmius kan dan niet zich verre houden van het algemene welzijn. Trouwens, een God moet uiteraard niets anders dan in eeuwigheid genieten van volmaakte rust, gescheiden, ver verwijderd van de mensenwereld. Want Hij, van elke pijn en elk gevaar verstoken, heeft onafhankelijk en machtig ons niet nodig. Hij wordt nog door verdiensten, nog door toren geraakt. Lofzang op zijn leermeester Epicurus. Toen het menselijk leven voor alle ogen schandelijk ter aarde lag en neergedrukt werd door de godsdienst, die uit de hemel haar kop opstak met haar aanblik de stervelingen huiverend en deed krimpen, durfde een Griek als allereerste mens zijn ogen er tegen op te heffen, als eerste op te staan. Geen gode mythe, bliksems of dreigende donderslag weerhield hem. Maar prikte des te meer zijn wil en tomeloze geestkracht om de strakke grendels van de poorten der natuur als eerste te verbreken. Zijn drang en geestdrift wonnen. Hij is doorgedrongen tot ver buiten de vlammen van de wereldmuren. Zijn geest doorzwierf het onmetelijk heelal waaruit hij zegevierend ons bericht wat kan ontstaan, wat niet, op welke wijze de macht van ieder ding beperkt is en een diep verzonken grens kent. Zo wordt op haar beurt nu de godsdienst neergeworpen, vertrapt. Die overwinning heft ons hemel hoog. Kritiek op de godsdienst. Op dit punt vrees ik dat jij denkt beginselen van een goddeloze leer te volgen en het pad der misdaad in te slaan. Integendeel, die godsdienst heeft vaak tot goddeloze misdaad aangezet. Zoals in ouders eens de keur van Griekse leiders in rang de hoogste, schandelijk het Artemis-altaar bezoedeld hebben met het bloed van Iphigenia. Zodra de offerband rondom haar meisjeshaar langs beide wangen in gelijke lengte neerging, zodra zij zag hoe met bedroefd gezicht haar vader voor het altaar stond naast knechten die het mes verborgen, en medeburgers bij haar aanblik tranen storten, knielde zij neer, door vrees verstomd en zegen het heeft het arme meisje toen niet kunnen baten dat zij het eerst de koning vader had genoemd. Door mannenhanden werd ze opgetild en trillend naar het altaar afgevoerd. Niet om tot plechtig slot met een klinkend bruiloftslied te worden begeleid, maar om op huwbare leeftijd rein, op onreine wijze als offer triest te vallen, geslacht door vaders hand. Op dat behouden afvaart de vloot deelachtig werd. Zozeer kan godsdienst leiden tot misdadigheid. Lucretius, Boek 3, Lofzang op de leer van Epicurus. U die in de donkere nacht het eerst zo'n stralend licht wist op te heffen en het welzijn heeft onthuld, u volg ik, glorie van het Griekse volk. En nu druk ik mijn voet op het door u gevormde spoor. Rivaliteit is niet wat mij beweegt, maar liefde. Uw volgeling wens ik te zijn. Hoe kan een zwaluw zich meten met een zwaan? Hoe kunnen in een wedren bevende bokjes sterke paarden evenaren? Vader, u bent de ontdekker van de werkelijkheid en biedt ons vaderlijk onderricht. O hooggeroemde, zoals bijen in een weiland aan alle bloemen nippen, zo voeden wij onszelf met al uw gouden woorden, woorden van goud, die altijd eeuwig leven waard zijn. Zodra uw leer ontstaan uit uw goddelijke geest het wezen van de dingen gaat verkondigen, vluchten verschrikkingen. De wereldmuren wijken. Ik zie hoe alles zich voltrekt in een lege lal. De glorie van de goden toont zich. Hun rustig oord, dat door geen wind geschokt wordt, door geen regenbui bespat en door geen vale, vastgevroren sneeuw geschonden, maar waar steeds een wolkeloze hemel zich spant en stralend lacht met wijdvergoten licht. In alles wordt voorzien door de natuur, en nooit vermindert enig ding de rust van het gemoed. Nergens verschijnt het achromtische domein. De aarde staat niet in de weg, en zichtbaar wordt wat onder onze voet zich afspeelt in de ruimte. Hierdoor bevangen mij een goddelijke vreugde en huivering, want door uw kracht is de natuur ontsloten en aan elke kant geopenbaard. Bestrijding van de angst voor de dood. Dus raakt de dood ons niet. Hij heeft geen vat op ons omdat de ziel die wij bezitten sterfelijk is. Zoals in het verleden wij geen rampspoed merkten, toen allerwege puniers en strijden trokken, de hele wereld opgeschud door oorlogsonrust, onder de hoge hemelkusten bevend sidderde, in twijfel onder welke heerschappij, de land, ter zee, de hele mensheid zich zou moeten buigen, zo zal, als wij er niet meer zijn, en scheiding plaatsvond van ziel en lichaam waaruit wij verenigd waren... Ons, die er dan niet zullen zijn, natuurlijk niets kunnen gebeuren en ons bewustzijn verontrusten, al zullen land en zee en hemel zich vermengen. Ook als je iemand ziet die verontwaardigd is dat na zijn dood hij met zijn begraven lichaam wegrot, ofwel door vlammen of dierenkaken omkomt, weet dan, dit klinkt onecht, want onderin zijn hart steekt een verborgen onrust. Ook al ontkent hij zelf dat hij zou denken dat hij na zijn dood iets voelt, wat hij verkondigt en impliceert, aanvaardt hij niet. Want niet totaal verwijdert hij zich uit het leven, maar onbewust vermoedt hij dat iets van hem nog rest. Als hij zich dan bij leven voorstelt dat ooit vogels en wilde dieren na zijn dood zijn lijf verscheuren, beklaagt hij zich en neemt geen afstand. Hij scheidt zich niet van het weggeworpen lichaam, maar ziet zichzelf erin. Ernaast staand infecteert hij het met zijn gevoel. Dan is hij verontwaardigd over zijn sterfelijkheid. Vergeet dat er bij echte dood geen ander zelf is dat levend kan betreuren dat hij zichzelf ontrukt is. En staande rouwen kan dat hij verscheurd, verbrand ligt. Want als het kwaad kan na je dood door dierenkaken te worden opgekloven, dan moet het toch ook pijn doen boven een vuur door hete vlammen te verschoeien En in honingbad te stikken. Van koude te verstijven terwijl men uitgestrekt ligt op een kille steenplaat of platgedrukt te worden onder een massa aarde. Nooit meer een blijde groet bij thuiskomst. Nooit meer je goede vrouw en lieve kinderen aangehold voor de eerste kus, je hart met stille vreugde strelend. Je voorspoed en je huisgezin kun jij niet meer beschermen, zegt men. Heiloos heeft één onheilsdag zoveel gunsten van het leven jou ontnomen. Men voegt er niet aan toe. Voorbij is het verlangen om deze dingen voor jezelf nog te verlengen. Als men dit goed besefte en oprecht zou spreken, zou men de eigen geest van angst en vrees verlossen. Zoals jij insliep bij je dood, zo zul jij ook in de toekomst zijn, van alle pijn en smart bevrijd. Maar wij, toen jij tot as werd in het gruwelijk vuur, wij hebben onverzadigbaar om jou geweend. Nooit zal een dag ons hart van eeuwige smart bevrijden. Men zou die laatste spreker moeten vragen wat er zo bitter is als het op rustig slapen neerkomt, dat iemand weg kan kwijnen en eeuwig durend rouwen. Ook komt het dikwijls voor dat mensen bij een feestmaal hun hoofd omkranst en met een beker in de hand oprecht getuigen Genot duurt voor ons mensjes kort. Spoedig zal dit voorbij zijn en niet terug te roepen. Alsof het in de dood voor ons het grootste kwaad is dat droge dorst ons kwalijk kwelt en doet verschroeien, of dat verlangen naar iets anders ons bevangt. Maar niemand wenst zichzelf en zijn leven terug, als geest en lichaam samen ingeslapen rusten. Wat ons betreft mag zulke slaap voor eeuwig duren, want geen verlangen naar onszelf grijpt ons aan. Toch dwalen dan de eerste deeltjes in ons lichaam niet ver van de beweging die bewustzijn brengt. Daar men zich wakker schudt en opspringt uit de slaap. Dus heeft de dood nog heel veel minder vat op ons, als iets minder kan zijn dan wat klaarblijkelijk niets is. Want bij de dood volgt er een grotere verwarring en spreiding van materie. Niemand ontwaakt, staat op, wanneer eenmaal het kille levenseind gevolgd is. Verwijten van de natuur. En voorts, als de natuur plotseling stem zou krijgen en dan plotseling een van ons als volgt toesnauwt. Waarom geef jij je zozeer over, sterveling, aan ziekelijk klagen? Wat zucht en heil je om je dood? Maar als je vroegere leven je tevreden stemt, niet al zijn zegeningen als in een kruik vol gaten zijn weggevloeid en onbevredigend verdwenen, verlaat dan wel voldaan het gastmaal van het leven en, dwaas, aan vaart gelaten de onbezorgde rust. Maar als het vruchtgebruik wegstroomde en teloor ging, leven je tegenstaat. Waarom wil je dan meer van wat weer nutteloos en onbevredigd wegvloeit? Waarom maak je geen eind aan je leven en je lijden? Niets kan ik verder nog bedenken en verzinnen wat jou bevalt, want alles is altijd hetzelfde. Ook als je lichaam niet is afgeleefd, je leden nog onverslapt zijn, blijft alles toch altijd hetzelfde. Al zou je leven generaties overspannen, of liever nog, al zou je nimmer hoeven sterven. Ons antwoord kan slechts zijn dat de natuur terecht een aanklacht indient en haar zaak bepleit naar waarheid. Maar als dan nu een ouder iemand, een bejaarde, onredelijk zou klagen en jammeren om zijn dood, zal zij dan niet terecht met luide stem tekeer gaan vooruit weg met je tranen? Stop dat geklaag, verkwister. Na genot van elke levensgunst takel je af. Steeds wil je wat er niet is, het hier en nu versmaat je. Daarom vergeleek jouw leven ondankbaar en onaf, en aan je hoofdeind staat nu onverwachts de dood voor jij voldaan en welverzadigd kunt vertrekken. Geef alles wat niet bij je leeftijd past nu op en maak gelaten plaats voor anderen. Het moet. Terecht denk ik, terecht groud zij en snoud haar aanklacht. Wat oud is, wijkt altijd verdrongen door het nieuwe. Het ene dient hersteld te worden door het andere, en niemand wordt verkwist aan de Tartarus prijs gegeven. Er is materie nodig voor latere generaties, die alle na hun levensduur jou zullen volgen. Zij zijn gestorven, zullen sterven zoals jij. Zo zal het een steeds uit het ander weer ontstaan. Men krijgt het leven niet in bezit, maar in gebruik. We zien. Hoe de voorbije duur van eeuwige tijd voor wij geboren werden voor ons niet heeft bestaan. Die houdt dit de natuur als spiegel voor ons op van de tijdsduur die tot slot na onze dood zal volgen. Wordt er iets zichtbaar in wat huivering wekt of droefheid? Is het beeld niet onbezorgder dan elke vorm van slaap? De ongedurigheid van de mens. Wanneer men niet alleen kon voelen welk gewicht geestelijk op ons drukt en met zijn zwaarte afmat, maar ook de oorzaken hiervan zou leren kennen, waarom zo'n grote massa onhel ons benauwt leefde de mensen niet zoals nu vaak te zien is. Men weet niet wat men wil en wil altijd verhuizen, alsof men zo zich van die last bevrijden kan. Zo iemand gaat vaak uit zijn herenhuis naar buiten, daar hij het thuis niet uithoudt, en keert ineens weer terug, want hij bemerkt dat het buitenshuis niet beter is. Hals over kop drijft hij zijn paarden naar zijn villa, alsof het dak in brand staat en hij te hulp moet schieten. Als hij de drempel over is, geelt hij terstond, valt in een diepe slaap en zoekt vergetelheid. Of keert weer haastig naar de stad om terug te zijn. En zo vlucht ieder voor zichzelf, iets wat natuurlijk niet lukt. Men blijft en haat tegen zijn zin zichzelf, omdat men ziek de oorzaak van de kwaal niet kent. Want als men die zou inzien, liet men alles varen om de natuur der dingen maar te kunnen leren. Want in het geding is niet de toestand van één uur, maar van de eeuwigheid, waarin ons stervelingen de hele tijd na onze dood te wachten staat. Ten slotte, welke grote kwalijke levensdrang dwingt tot dit rusteloze gevaarlijke bestaan? Voor stervelingen staat het levenseinde vast. Het sterven en de dood kan niet vermeden worden. Voorts blijven wij steeds in dezelfde situatie. Het leven smeet nu eenmaal geen enkel nieuw genot. Als wat men wil er niet is, overtreft het alles. Maar als men het bezit, dan wil men weer iets anders. En een gelijke levensdorst doet ons versmachten. Ook is het twijfelachtig wat de toekomst schenkt. En wat het toeval brengt. Welk lot ons deel zal worden. En door een langer leven nemen wij niets af van de tijdstuur van de dood, die niet verkleind kan worden, zodat wij minder lang gestorven kunnen zijn. Al overleef jij nog zoveel generaties, toch staat die eeuwige dood niet minder jou te wachten. Niet minder lang zal hij er niet meer zijn die nu, vandaag, zijn leven heeft beëindigd, dan degene die vele maanden, jaren eerder is gestorven. Lucretius boek 4, aanval op de liefdeshartstocht. Dit is voor ons nu Venus en wat wij liefde noemen. Dit is de bron waaruit die druppel van haar zoet ons in het hart gevloeid is, gevolgd door kille zorg. Is je geliefde niet aanwezig, zijn er toch de beelden? In je oren zweeft de zoete naam. Vlucht voor die beelden weg. Drijf wat je liefde voedt ver van je af en richt je aandacht op iets anders. Stort je verzameld vocht in ieder ander lichaam. Bewaar het niet gericht voor één geliefd persoon. Bespaar jezelf de zorg en gegarandeerd verdriet. Immers de wond gaat zweren, wordt chronisch voortgekweekt. Dagelijks groeit de dolheid, verergert de ellende. Tenzij je eerst de wonden met nieuwe slagen afzwakt en heelt, als ze nog ver zijn, dankzij losvaste liefdes of je gevoelens naar iets anders kunt verplaatsen. Maar wie de liefde meidt, hoeft geen genot te missen. Nee, hij komt eerder straffeloos aan zijn gerief. Genot is minder puur voor jammerlijk verliefde dan voor een koele minnaar. Want op het hoogtepunt verliest verliefde gloed zich in onzeker zwerven... rond wat aan hand en oog het eerst gerief moet bieden. Verliefde persen wat ze grijpen, plat, doen pijn... Ze drukken vaak hun tanden in de lippen vast en nagelen hun kussen. Niet puur is hun genot. Verborgen prikkels doen hen juist datgene kwetsen wat het ook is waaruit hun razonij ontkiemt. Maar zachtjes verlicht Venus de pijnen van de hartstocht. Het bijgevoegde zoet genot bedwingt het bijten. Men hoopt dat voor hetzelfde lichaam dat het vuur veroorzaakt heeft de vlam ook weer geblust kan worden. Maar de natuur bewerkt dat het tegendeel gebeurt. Want voor dit ene geld, hoe meer je ervan hebt, te meer ontbrandt je hart in kwellende begeerte. Voedsel en drank wordt in ons lichaam opgenomen. Omdat zij vaste plaatsen ervan kunnen vullen, wordt daardoor honger en dorst gemakkelijk gestild. Maar van een menselijk gelaat en fraaie kleur geniet het lichaam slechts door fijn geweven beeldjes die vaak met trieste hoop verwaaien in de wind. Zoals wie in een droom dorstig wil drinken. Maar geen vocht bemachtigt dat in zijn lijf de brand kan blussen, en met vergeefse moeite naar beelden smacht van water, in het midden van het stortvloed drinkend dorstig blijft, aldus misleidt met beelden Venus de Verliefde. Zij kunnen niet hun lichaam verzadigen met kijken, niets van de tere leden krabben met hun handen onzeker zwervend over het gehele lichaam. Als zij ten slotte omstrengeld hun levensbloei genieten, hun lichaam met genot vervoelt, en felle hartstocht hen drijft de vrouwelijke voren te bezaaien, dan hechten zij begerig hun lichaam vast en delen hun speeksel, adem, drukke tanden in elkanders lip. Vergeefs. Niets krabben zij eraf. Ze kunnen niet met heel hun lichaam in het andere dringen. Dat schijnen ze soms te willen doen en na te streven, want zo vol overgave klampen zij zich vast, tot de kracht van het genot hun leden doet verslappen. Is het verzamelde verlangen uitgestort, dan volgt een korte pauze in hun liefdesdrang. Maar de razernij keert terug. De drift bezoekt hen weer. Om zelf te gaan zoeken wat zij zo graag verkrijgen. Zij kunnen echter voor die kwaal geen middel vinden en teren weg. Onzeker door hun verborgen wond. Daar komt nog bij dat alle moeite hen ruïneert. En zij hun leven slijten op de wenken van een ander. Door plichtverzuim verslecht het hun wankelig reputatie. Geld glijdt intussen weg en zet zich om in Oosters parfum en mooie meldjes, stralen aan haar voeten. En kanjers van smaragden glimmen met groene glans in goud gevat. De purperen laken slijten, voortdurend omgewoeld, doordrenkt van liefdesweet. Familiekapitaal gaat op in diademen, verandert soms in chique robes, zijde kleding. Aan fraai tafels drinkt men, dobbelt men, talrijke bekers, parfums en kransen zet men klaar, vergeefs. Want midden in de bron van alle zoetheid welt tussen bloemen bitterheid omhoog die kwelt. Ofwel daar het geweten knaagt, van schuld bewust, om het leven dat in lust en ledigheid vergaat. Ofwel daar zij een dubbelzinnig woord afvuurt dat in het verliefde hart zich hecht en gloeiend brandt. Ofwel omdat hij denkt dat zij naar anderen kijkt en sporen van een lach ontdekt op haar gezicht. Maar dit soort kwellingen bestaan bij een geslaagde en hechte band. Een slechte, niet geslaagde liefde doet zoveel kwaad dat zelfs een blinde het ontdekt. Het is dus beter van tevoren op te passen zoals ik jou al leerde. Laat je toch niet strikken. Vermijden dat wij in het net der liefde vallen is minder moeilijk dan gevangen eruit los te raken, sterke liefdesbanden te verbreken. En toch, nog zo verwikkeld en erin getrapt, kun je gevaar vermijden. Als je jezelf niet hindert door eerst bij haar die jij begeert, geen oog te hebben voor elk lichamelijk en geestelijk gebrek. Immers, begeerte maakt de mensen meestal blind. Zij kennen niet bestaande kwaliteiten toe. Zo zien we hoe mismaakte, lelijke vrouwspersonen als lieveling in hoogste eer en aanzien staan. En men bespot elkaar met het advies je venus te paaien als een vuige hartstochtje verteert. De stakkers zien vaak niet hun eigen stomiteiten. Een zwartje is honinkleurig, een smeerpoets naturel. Wie loens heet kleine Pallas, een zenuwpees mijn hertje. Een kleine dwerg, Machère, en een en al Esprit. En een reuzin is une merveille, hoge acht. Wie stottert lispelt, discretie heeft, wie nooit wat zegt. Een felle, irritante klets wordt een fakkeltje. Een stakerig scharminkeltje wordt lieveling. Een ander die zich half doodhoest heet Frau eentje met bolle boezem de godemoeder zelf, hè? een stompneus heet dan Fauntje, een dik lip wordt Bezee. Het gaat te ver om deze reeks nog voor te zetten, maar laat zij werkelijk de schoonheid zelf zijn, die met haar hele lichaam de macht van Venus uitstraalt. Er zijn nog anderen, we hebben buiten haar gekund, en mooi of lelijk, we weten dat zij hetzelfde doet. De zielenpoot hult zich in gruwelijke geuren. Haar dienaresse vluchtte stiekem giechelend weg. Een afgewezen minnaar hangt wenend bij de ingang een bloemenkrans, bestrijkt de poorten met marjolein en drukt zijn kussen zielig op de dichte deur. Als hem, binnengelaten, één vleug zou treffen, zocht hij fatsoenlijke excuses om er vandoor te gaan. De doorvoelde, voorbereide klaagstrang zou verstommen, hij zou ter plekke zich vervloeken om zijn dwaasheid haar meer te hebben toegekend, dan menselijk is. Maar onze venussen beseffen dit. En houden wat achter de coulissen plaatsvindt, strikt verborgen voor hen die zij in liefde gebonden willen houden. Vergeefs, dat jij in staat bent, in gedachten, alles aan het licht te brengen. Al het gelach te onderzoeken en, als hij aardig is en niet vervelend blijkt, een oogje dicht te knijpen voor het menselijk is. Horatius. Een uitgave van het verzamelde werk van de dichter Horatius is een soort bloemenveiling die alles in de aanbieding heeft. Een bloemlezing is een persoonlijk uitgekozen en geordend boeket dat van de voorkeur van de samenstellers getuigt. Op deze CD dus niet de moralistische en politieke oden, die soms in vroegere eeuwen zo geliefd waren, maar een keur van gedichten die in antieke en moderne zin. Lyrisch zijn te noemen. In antieke zin, omdat ze naar thematiek de Griekse traditie volgen van liefdesliederen of drinkliederen met lierbegeleiding gezongen bij een symposium. Maar ook lyrisch in moderne zin, omdat zij de persoonlijke gevoelens van de dichter vertolken. Al in de eerste ode die Jeroen voordraagt, 1-4, winterse guurheid wordt zachter, komen vele Horatiaanse motieven samen. Een tafereel van jeugd, leven, liefde en lente, dat oproept tot Carpe diem, pluk de dag, slaat plotseling om in een sombere evocatie, bleek schop de dood. De maand april is eens door de Engelse dichter T.S. Eliot de Cruelest Month, de wreedste maand genoemd. Omdat in de cyclische gang van de seizoenen het nieuwe begin van het leven onvermijdelijk zijn contrapunt oproept. Diverse gedichten van Horatius verenigen liefde en dood, omdat men pas leeft als men lief heeft en als het leven tot de dood ontroert. Een belangrijk biografisch gegeven voor de waardering van zijn liefdesgedichten is dat Horatius van middelbare leeftijd was, 45 jaar oud om precies te zijn, toen hij zijn oden voor het eerst publiceerde. Zo kan hij dan ook als leermeester in de liefde optreden tegenover de jongens en meisjes. Wie gegichel, verdrietjes en verzaligdheden hij oproept vanuit zijn eigen herinnering aan vroeger toen hij zelf nog jong was. De stroven lichten op, zoals de Engelse dichter Wordsworth zei, as a chance Sunbeam of your memory. Als een toevallige zonnestraal van je geheugen. In de erotische gedichten overheersen vergelijkingsbeelden die aan de dierenwereld zijn ontleend. Het kalfje, veulintje, stiertje, tijgertje. Al dus wordt in Horatius herinneringsbeeld en fantasie... het jeugdige liefdesleven enigszins een carnaval des animaux... waarop met milde ironie wordt teruggeblikt. Het generatieverschil tussen de dichter en de bezongenen... maakt het mogelijk dat Horatius ook zichzelf niet spaart... maar de botsing tussen zijn verstandelijke, ouderlijke afzijdigheid... en zijn toch weer opkomende verliefdheid... In een aangrijpend gedicht verwoord. Anderzijds wordt een oudere generatie die zo graag jong wil blijven en jong wil doen, ongenadig de les gelezen. Blije jeugd geniet liever van frisse ranken en laat dorre bladeren verwaaien. De meditatieve sfeer van vergankelijkheid en dood vormt de basso continuo van zijn lofzang op het leven, maar ook van zijn lofzang op de poëzie. Zelfbewust. Weet de dichter dat zijn poëzie de dood zal overwinnen, of, zoals hij zelf in een slotgedicht zei, een monument vormt dat bestendiger is dan brons. Daarom geen treurzang bij zijn tombe die leeg is. De simpele bron bij zijn villa is beroemder dan elke muzenbron. Hoor, Horatius klinkt nog steeds. Een stralend nieuw lied moest hij zingen.